Anonymous, ethische hackers, het cyberkorps van de politie en andere beveiligingsexperts. In de digitale wereld zijn het vaak elkaars vijanden en hebben ze nauwelijks contact. Dus was het tijd voor een ontmoeting in real life, vond een van hen. Dat gebeurde op een paintballbaan. Gelukkig ben ik iedereen nu al kwijt. Vandaag hier geen DDoS aanvallen, maar gewoon aanvallen met verfballetjes. En dat is echt niet alleen omdat het gewoon heel erg leuk is. Hop. Achterin, hè? We proberen vandaag iedereen uit allerlei facetten van internet security bij elkaar te brengen. Hou me bezig met de bestrijding van cybercrime. Ik ben hacker in mijn werk en in mijn vrije tijd. Ethical hacker binnen KPN. Ik ben een hacker. Ik behoor tot de mensen die de beveiliging proberen te regelen. We proberen dus uiteindelijk in een gelijkwaardig speelveld iedereen tegenover elkaar te zetten. Met elkaars ideeën, idealen, achtergronden en dat soort dingen. En lekker proberen uit te vechten en fysiek de argumenten aan te laten komen. Operation Cyberpaint begon allemaal na een woordenwisseling op Twitter tussen een hacker en een cybersecurity expert. Volgens de organisatie praten de verschillende groepen te weinig echt met elkaar en zitten ze vooral op eigen fora. En dat is zonde. Binnen het IT-securityveld heeft iedereen goede bedoelingen. En we kunnen op een sportieve manier kennis met elkaar maken en van gedachten wisselen. En het is goed om de partijen bij elkaar te brengen op deze manier. Nou, volgens mij is het heel uniek. Ik heb nog nooit van zoiets gehoord dat al deze geledingen bij elkaar komen om elkaar eens te beargumenteren met paintballs in plaats van met woorden of computerprotocolletjes. Maar er werd niet alleen met verf geschoten. Daar gaat het vrij internet. Moet je terughacken wel of niet toestaan? To DDoS or not to DDoS? Het kwam in een paneldiscussie allemaal aan bod. Dat lijkt me een heel zwaar dilemma. De dialoog tussen de verschillende partijen was er dus zeker. Al draaide deze dag toch vooral om één ding. Volgens mij moet je gaan paintballen. Ja, ik ben wel eens weer aan de beurt, geloof ik. Wie wil je gaan raken? Iedereen. Succes. Dank je. Dat was het voor nu. Je hoort ons elke dag.